We gaan eerst naar het Bavaria Zo-moment. Hadden we dat al gezegd, dat je zo niet mocht zeggen? Nee, mag ik niet meer zeggen. Mag je, ja, niet te vaak althans. En je moet het ook op een bepaalde manier zeggen. Hoe zeg jij het? Zo? Nou ja, dat zou kunnen dat. Het Bavaria Zo-moment beginnen we met... Dat zegt Sofie altijd, dat is me uitgeleend. Zo? Dit is een nogal opmerkelijk eigen doelpunt. Ingeleverd door Marco Heemskerk. Let op, de man in het groen zometeen. Eerst die keeper loopt dan in de weg zometeen. Ja, en dan wil hij hem wegwerken. Nou, dat lukt dan nog net niet. Maar dan werkt deze hem gewoon keihard weg in de eigen goal. Ja, zo. Ja, het is gewoon de derde divisie dit. Het is niet eens dat je zegt van helemaal heel slecht. Johan en ik kunnen het niet zien, hoor. Dus Thomas Vossenbelt heeft in het verleden nog bij PEC gespeeld. Maar Thomas legt hem toch echt binnen. Kun je het niet zien? Nee. Nou, het zijn ontzettende leuke beelden. Maar nou, als je 50 plus bent, krijg je het niet meer mee, hoor. Nee? Nee. Moeten die monitor weer dichterbij zetten voor jou? Nee, maar dat moet een beetje uitvergroot worden, want... Dit is niet te volgen voor het volk. Nou ja, zo. Ja, we hadden ook altijd die man die aftrap deed. Weet je dat nog of niet? Ja, die man die ken ik nog. Ken je die nog of niet? Dat was volgens mij Nairobi of zo. Waar was dat ook alweer? Zimbabwe? Oeganda, dat was het volgens mij. Die. Ja. Even kijken, deze man. Deze man, ja. Nou ja. Nou ja, de conclusie was, hij had er niet zoveel aanleg voor. Hè? Maar nou heeft hij 4 vrouwen en dit is 1 van zijn vrouwen. En die kan er wel wat van. Hè? Zo. Ja, hier, daar gaat ze. Zo. Ja, op. Ja. Op. Ja. Oh. Op. Op. Ja. Goed, man. Kijk eens. Nee, wat die man van haar niet kan, dat kan zij wel, zeg. Hey. Zo. Hè? Zo. Zo. Niet verkeerd, hè? Nee, helemaal niet. Ja, blijf ze insturen natuurlijk, hè? De Bavaria zo. Dat kan ze ook stofzuigen. We zijn zo weer terug. Wilt u nog meer van deze kostelijke video's zien? Dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Veronica Insight.